parlementariër Melvin Bouva van de NDP, die is er vandaag boos weggegaan uit de vergaderzaal, terwijl de wet hennepteelt in behandeling was. Bouva is van oordeel dat er nu brandende zaken zijn en hij vraagt zich af waaraan deze regering dus prioriteiten aangeeft. Hoe belangrijk is dat van de hennepteelt en de personeelswet nu, terwijl er andere grotere en belangrijkere zaken spelen. Zaken waarmee die totale samenleving mee zit. TBN, PRIMEALERT, sprak er met Bouva die als volgt dan reageerde. Waarom vindt u deze vergadering rond hennepteelt nu minder belangrijk? Nee, natuurlijk minder belangrijk, meneer Ganesh. Er spelen veel te belangrijke zaken. Ik heb ook hier gestaan voor belang van productie, voor ondernemerschap. Ik heb zo net ook daar gestaan voor met name de kwestie van die bushouders en zo. Waarvan men nu toepart daarin mijn harde man vergunning. Zonder reden, neem zijn feest, allerlei dingen die spelen. Dus dat belang onderschrijf ik. Maar juist vanuit dat belang zijn er belangrijke zaken die spelen. En ik zeg nog, oké, nadat we de regering consequent hebben gevraagd om vandaag hierop antwoord te geven. Laat me u zeggen, de NDP-fractie vandaag bewust voor gekozen om in feite conform de afspraak met de voorzitter en de leden van het parlement mee te werken dat de vergadering kan beginnen. Hebben we gedaan om die actuele vragen te stellen en om ze beantwoord te krijgen. Min of meer van plan voor een stelvraag, ja. Met allerlei cirkelredeneringen van minister. En minister Matura zit nu daar als coördinator van de regering. Allerlei cirkel, ja, we nemen mee. En ja, we denken na. En ja, we gaan kijken als het mogelijk is dat de minister van OE kan komen. We gaan kijken als het mogelijk is als die minister van NH kan komen. Die minister van OE moet komen. En met zijn verontschuldiging voor de steeds herhaalde beledigingen naar het volk van Suriname. Eerst moet het volk gestraft worden voor de keuze die het volk heeft gemaakt in 2015. Dus er hoeft geen onderhoud en schoonmaak te zijn. Zie hoeveel water er nu over de straat en zelf in de huizen van mensen komen. Nu hoeft vuil ophalen niet plaats te vinden, want er is toch geen vuil, want kip is duur. Wat voor nonsens is dat? Ik zeg, laat hij komen. Met zijn verontschuldiging op de eerste plaats. Maar laat hij ons komen uitleggen wat de vooruitzichten zijn. Laat die minister van ONH ons een geruststelling komen geven. Dat lukken nou jongens, we weten dat er wat vraagstukken zijn met betrekking tot de dam. We weten dat er vragen worden gesteld en dat het onduidelijk is. Van meneer Bouva. Ja. Meneer Vrede, knapje alleen. Laat de minister ons die geruststelling komen geven. Dat de vragen die nemen we met de deskundigen door. En op basis van wat de deskundigen hebben gezegd. Jongens, er is geen risico op een dambreuk. Want we zeggen niet, ik althans zeg niet dat er nu op dit moment een dambreuk is. Er zijn toch mechanismes in de controle. Ik heb ook met een paar van de heren die daarover kennis hebben gesproken. Van nou, ik moet samenborden, zo de alle rode lichten aangaan. Maar het is wel vreemd. Dat is zoveel jaar tijd dat de dammer staat en onder beheer was van Suralco. Wij nooit eerder dit hebben. En op gewoon blauwe dag, want niet voor het eerst heeft het zo geregend. Dan gebeurt er wel wat er is gebeurd met de omgeving. En in het concreet geval de hele kwestie van de straat daar bij de dam. Dus mensen hebben ernstige zorgen. We hebben ernstige zorgen over die benzineprijs. Ik heb hier toch gezegd, regering. Je kan los alasani. Je wil los subsidies voor stroom, voor water, voor dit, voor dat. Je wil los koers, daarmee is het begonnen. Hè? Van wat het was, 7 zoveel, naar 14, naar 21, naar 30, naar 35, op het begin jaar. Nu zit van die koers 40. Je kan niet alles zo los. Je wil los aan benzineprijs. Want het moet ergens een grens hebben, het moet ergens een cap hebben. Hoe ver ga je, hoe ver wil je nog gaan? We kunnen niet meer. Ik heb gezegd hier in DNA, we kunnen, we zullen. En we gaan dat niet betalen. En toch een dag daarna, koersen en benzineprijzen op, like nobody cares. Niet eens een president hier, geen vicepresident hier. Twee zielige ministers die daar zitten achter een bureau. Hoe lang moeten we dit als parlement nog accepteren? Ik weiger dat, daarom ben ik ook weggelopen. Ik heb gezegd, wanneer die regering hier is, om me duidelijk antwoord te komen geven over de zaken die spelen, dan zal ik terug gaan in de zaal om te gaan luisteren wat ze zeggen. Maar dat kan niet. Dus op dit moment zegt u, heeft dit geen zin? Dit heeft absoluut geen zin. Hoe ga ik over hen praten
En hoe ga ik praten over straks wat op agenda staat, pensioenwet en wet voor die personeelswet, omdat die kwestie van ambtenaren verplicht registratie, dat is ronduit BS. Is een BS-agenda in DNA. Terwijl mensen voor ziekenhuizen ja, niet eens een behoorlijke zekerheid kunnen krijgen op hun gezondheidszorg. Terwijl die verpleegkundigen in honderden getallen op straat zijn om hun rechten. Ambtenaren kunnen niet uitkomen. De koopkracht is op zijn dieptepunt. Je kan niet eens behoorlijk naar de winkel gaan om de basisdingen te kopen. Hoe gaan we met elkaar komen dat oké? Want ik zeg regering, wij moeten gaan snijden en bezuinigen. Daarover zijn we allemaal eens. De begroting van Suriname is zodanig, al geruime tijd. Van een voene verdiende miljoenen moren voor Suralco, naar een billington, naar een goudprijs bij dit soort zakken. Zo. Hebben we een vraagstuk, dat heeft geen enkele discussie meer nodig. Er is wel een campagne gevoerd van ja, van verspilling en wanbeleid en noem maar. Dat is een campagne. Maar de president, die campagne is voorbij. Oké, we hebben een vraagstuk. Hoe gaan we dat op een gezonde manier, zonder dat IMF hier baas voor ons komt spelen, de zaak rustig afbouwen, goede banen leiden? Ik zeg, als je wat doet, dan heb je het niet gevolgd. Het is te zwaar, is te snel, is op een te hoog tempo en je moet naar alternatieven kijken. Meer dan het IMF je op tafel heeft gegooid. Maar zijn er geen in de arkie, omdat we hier een coalitie hebben die meezingt. En zolang je daar gewoon staat niet met een joggie op, 10 jaar geleden, alles is goed. Zolang je daar gewoon terras aan met een guy die kon gewoon treffen, terwijl ze intern zelf hun eigen problemen hebben. Dus dat moet ik misschien niet verwachten, hoor, dat de ABAP en de VAP nu een belangrijke verantwoordelijkheid hebben, met elkaar kunnen zitten om te komen tot oplossingen. En mogen we dat niet vragen? Moeten we maar zitten en dit soort krap... Normaal, laat me het geen krap noemen, want... Ja, alle respect voor het instituut van de Nationale Assemblée, maar dit is niet de agenda waar het volk verwacht dat we over praten. Ik heb vandaag toevallig met de minister van OW gesproken, omdat u net een punt aanhaalde, heer Bouva. Hij geeft aan dat de situatie waarin het land zich nu bevindt, moet u zien als een weg dat is opengebroken. Epidema ou roko, stofontwikkeling ou de, frustraties ou de. Maar wanneer die weg geëgaliseerd is, die weg verhard is, dan was maar ik klaar geworden. Attack zo om de economie van Kondre ook toe. Nou, hoe de inwan broeien. Maar hij zegt, straks is die regering eruit en dan zullen we de zoete vruchten ervan plukken. Nee, ik ben moe van die verhaaltjes van weg. Dat als het geen tunnel is, dan is het een kouteren, is het nu een weg. Ik ben moe van dat soort verhaaltjes. Dit soort dingen zeggen me niets meer. Ik denk niet dat de regering serieus, echt serieus, hè. Weet je waar ik mij 100% achter ga scharen? Kan scharen omdat ik het ook jaren heb geroepen. Wij hebben geen financieel probleem met cijfers en commas en punten. Want dat, met goed leiderschap, kan je een aantal dingen doen. Er zijn landen in de wereld die aan de tjimtjes staan die zien van koers en koopkracht en dit en dat. Er zijn landen in de wereld waarbij een aardbeving het hele land kapot heeft geslagen. But then again they rise. Er zijn landen in de wereld, ik noem Rwanda, waar een ernstige oorlog is geweest. But then again they rise. Overstromingen aan zo bestabiele de afgelopen periode. But then again they rise. Omdat er leiderschap is. En dwars door onze geschiedenis heen, heeft het leiderschap het laten afweten. Ja, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar dit is het dieptepunt van alles wat we hebben gezien en meegemaakt. Want er wordt totaal geen leiding gegeven. Dus in feite is er sprake van een leiderschapscrisis. Zie maar de houding van de vicepresident ten opzichte van de president. De houding van de vicepresident als de persoon die ook vanuit de raad een verantwoordelijkheid moet nemen. Dat minister zei, Abi, wat moeten we bespreken? Waarover moeten we besluiten? Wat is de lijn die we gaan volgen? Ik weet niet of hij het doet, maar hij klaagt wel dat wanneer het gebeurt, dat de president op zijn beurt een andere vergadering houdt in de regeringsvergadering. Niet alleen maar gezichtsverlies, daar heb ik veel te maken mee. Als een VP of een ABAP-voorzitter gezichtsverlies leidt. Maar het is wel tijdverlies, het is wel geldverlies en het is verlies van hoop voor de hele samenleving. Weet hoeveel... Ik ga niet eens praten over brain drain, meneer Ganesh. Ik ga daar niet eens over praten. Weet je hoeveel van mijn kennissen en vrienden, ja, hun pad hebben gekozen buiten Suriname? Gewoon weg. Recentelijk nog, naar Sint Maarten. Huh?
Anderen gaan naar Nederland. Alsof Nederland overigens het paradijs is. Meteen maar altijd. Maar ze doen het toch. Weet je wat dat voor ons betekent? Er is geen hoop in het land. Wat we verwachten is leiderschap. Die toch wel een visie heeft en hoop uitstraalt. En een zekere verwachting geeft van het komt goed. Maar zolang de president op televisie verschijnt, heb je geen garantie. Je weet niet wat het volgende is wat hij gaat zeggen. En de reactie van die samenleving is één van wanhoop. Dus we hebben meer dan een financieel probleem, een leiderschapsprobleem. En als men de verantwoordelijkheid niet wil of kan nemen, dan moet men daar conclusies en consequenties aan verbinden. We hebben hier daarom ook geroepen, laat die kiesregeling zo snel als mogelijk komen. Die wet op de kiesregeling. Zodat we zeker kunnen zijn dat die verkiezingen kan plaatsvinden. Ook dat is men bezig met allerlei bochten en trainages. Ja, ik ben er moe van. Ik ben moe op de wijze waarop een leiding wordt gegeven aan het land. Ik ben moe waarop een leiding wordt gegeven in DNA. Waar we gewoon verzaken onze harde plicht. Om meer dan voor iemand. Dat is mogelijk, ja. Maar 10 jaar geleden was het ook zo. Was niet zo. Het land Suriname is nooit zo geweest. En als we dan fout hebben gemaakt, moeten we nu eruit leren. Hier in het parlement moeten we de regering hard controleren. En dwingen om meer in lijn van wat wij als volk denken. Daarvoor zijn er volksvertegenwoordigers. Wat wij als volk denken, om het door te laten dringen. Want deze mannen rijden met 10 en 15 auto's en er wordt voor ze getankt. Meteen maar laatst toch. U voelt niet wat die samenleving denkt. Waarom? U belt met de chef van de veiligheidsdienst en zegt zijn die auto's al getankt. En meneer Ganesh, die sleutel wordt gepakt vanuit een wachthuis en men gaat tanken. We kennen dat verhaaltje. Dus wij als volksvertegenwoordiger hebben de taak voor wie kan regering. Maar als je leiding van het parlement hebt die de regering wil beschermen, of een fractie die daar het niet in begrijpt, gaat die regering blijven doen wat die regering wil. En dan gaan we nog dieper en verder van huis. En dat is mijn grote zorg.